kind. Ik kom zelf ook in Indonesië. Ik ben er geboren. Ik ben in de oorlog geboren en dat is voor mij natuurlijk ook een hele nare tijd geweest. 45, 50, de Bastiaan-tijd. Dus ik herdenk de bevrijding. Dat is eigenlijk geen bevrijding, maar de capitulatie van de Japanners in augustus, 15 augustus. Dat is voor mij een herdenkingsdag. Nou, het is een herdenking en viering. Tuurlijk. Het is herdenken wat er geweest is en vieren dat het over is. Waarom bent u hier vandaag? Nou, dat is heel eenvoudig te vertellen. Ik heb twee ooms die in Indië zijn omgekomen in de oorlog. Eentje aan de Pakkenbare spoorlijn en eentje met de torpedering van de Junior Maru. Iedereen die natuurlijk in Indië is omgekomen, Nederlanders en, of Indonesiërs, die moet je blijven herdenken. Ja. En dat is gewoon verschrikkelijk belangrijk. Dat kan je niet aan voorbij. Volgende generaties aanpassen. Het is gewoon mooi omdat je je verbonden voelt met de andere mensen die hier naartoe komen. Weet je, dat de verbondenheid met het Indië en met de mensen die ook de ouders hebben moeten achterlaten en hier naartoe zijn gekomen in barre omstandigheden. Dus dat voel ik dan echt. Hoe zou je de Passar omschrijven? Nou, een plek van hopelijk niet alleen van gezellige shoppen. Maar dus niet als de gewone markt. Ja. Maar wel zijn plek van hopelijk van dat er iets meer aan de ontmoeting plaatsvindt. En ik weet dat er een podium is. En dat er ook voordachten plaatsvinden enzovoort. Dus dat vind ik. Ik hoop mensen daar ook aandacht aan geven. Niet alleen maar gezellige satés gaan eten. Ja. Hoewel dat natuurlijk ook heerlijk is. Vindt u dat we er te weinig bij stilstaan in Nederland? Wat ik wel merk, eigenlijk al heel erg lang, is dat de geschiedenis van de banden, zeg maar, tussen Nederland en Indonesië als kolonie, maar ook Nederland en zijn andere kolonies, niet heel erg bekend zijn bij het algemene publiek, om het maar even zo te zeggen. Nou ja, dat vind ik dus eigenlijk, ja, dus, op zich is het goed als in het onderwijs gewoon ook aandacht besteed wordt of dat er wat meer. Er komen wel meer programma's op televisie, dus dat is mooi.